Wayboy, gekke Mac, oftewel Mr. O'Count Reloaded, man. What's up? Chilling, man. Yeah? Ik zou zeggen, doe je ding. Oké, man. Ik heb ervoor gekozen om a cappella te gaan, zo. Beetje moeilijk, maar I'ma do it. Ready. Ik zeg ze, ik wil dat je vrees bij mijn binnenkomst. Lyrisch ben ik als een fucking beast, man, een predator. You don't understand and my aim is to get at your brain damage of erger. Geluk is niet verlangd, dus ik verstop het in een kerker. Ouderwets stressen, lekker schreeuwen waar het stil is. Schouders dragen de pressure, de euro is waar een wil is. Mijn gouden middenweg is te vinden daar aan de finish. De beat inspireert me om te braggen, I'm the realest ben. Zo opdreven, je zou denken aan een helling. Mijn kaarten zijn geschud, ik ben bezig met mijn bestemming. Locatie unlock, non-stop, metaforisch. Ik ga niet dood om door te leven in de glorie van de beste rapper. Veel te historisch voor een backup rapper. Ik zie ze vallen, al die rappers die geen backup hebben. Met deze take start ik het filmen van de murder scene. Starring me, gekke Mac en een murderer. Ik zeg ze, ik ben ready for whatever. De honger in mijn blik schreeuwt, bring it on wherever. Mijn pen spuugt inkt, dus ik ben hier nog wel even. Going off like a rebel. Geef vleugels Red Bull, flying over the ghetto. Mijn volgende set doet je denken aan de overname. De burgemeester, ze geven de serie over aan me. Gekke. Yeah. Tim. Ja. Ja, ik weet je. Ja, ik geloof je. En het is goed geschreven. Het is gewoon, het is degelijk aan alle kanten. Ik vind het alleen niet beter als die vier jongens die daar zitten. Mm. Maar het scheelt niet. Weet je, ik kan er niet op haten. Maar dat is de eindconclusie. Zo cool. Van. Brent, yes. Waarom koos je voor a cappella? Omdat ik toch wou dat jullie me echt gewoon hoorden, de lyrics wat ik heb geschreven. Want elke beat is wel leuk om te bouncen, man. Ik snap het. Ik wil gewoon praten. Ik vond het goed. Ik had je graag op een beat ook gehoord, hoe je dat doet. En het is goed, maar het is wat Tim zegt. Het is in mijn optiek niet beter dan die gasten die daar zitten. En daar, op dat punt zitten we nu, dus helaas. Nice. Oké. Okay. Ja, hetzelfde, man. Het was echt niet nep of zo. Ja. Echt niet. Het is gewoon, ja... Ik sluit me eigenlijk aan bij de drie heren die naast me zitten, man. Helaas, je bent niet de next MC. Oké, cool. Dankjewel voor je komst. Dankjewel, man. Love, man. Zeker.